Zit er toekomst in waterstof? Over waterstof. Ik weet dat er een paar auto's zijn die op rijden, maar voor de rest niet heel veel. Man. Het kost volgens mij heel veel energie om op te wekken, dus ik denk niet dat het rendabel is. De wereld staat voor de grootste energietransitie sinds de uitvinding van het vuur. En waterstof lijkt het ei van Columbus. Waterstof is eigenlijk de energiedrager van straks. De overheid investeert miljarden. Maar waar gaat dat geld heen? Welke mogelijkheden komen er? En wat zijn de risico's? In dit uur nemen we je, samen met de makers van 's werelds meest efficiënte waterstofauto, mee in de wereld van waterstof. We hebben net het waterstofsysteem erin gehangen. Daar gaat waterstof uit zo'n tankje, 1 liter, in en dan krijgen we er elektriciteit uit. En op die elektriciteit draait uiteindelijk de auto. Want Green Team Twente gelooft dat de toekomst zit in waterstof. Want je ziet dat door deze energietransitie plots andere landen in de wereld interessant beginnen te worden. Bijvoorbeeld het hele Afrikaanse continent, Noord-Afrika. Het studententeam hoort al jaren bij de koplopers van het maken van de meest efficiënte waterstofauto. En er moest een foto komen, vorig jaar is die foto gemaakt met mensen. Bij een waterstofauto komt de energie uit een brandstofcel. In deze cel wordt waterstof omgezet in elektriciteit. Met als restproduct water. In dit uur vertellen wij je alles over waterstof. Hoe het werkt en waarom het de toekomst van duurzame energie is. Welkom bij VDL Energy Systems. Waterstof is best moeilijk voor te stellen, want het is een heel erg vluchtig gas. De eerste ideeën nu zijn dat we waterstof gaan opslaan in cavernes onder de grond. En dat wij waterstof in cilinders gaan doen en die ter plekke gaan brengen. En natuurlijk gaan we kijken hoe ver je nou echt komt op 1 liter waterstof. Jongens, we zitten 1 op 830.